Welkom bij een nieuwe aflevering van Helmond Sport TV. Vandaag ga ik het rondje Helmond fietsen om de stad wat beter te leren kennen. Verder aandacht voor de Helmond Sport voetbaldagen en de terugkeer van Tony Beekmans. Tony Beekmans, Mr. Helmond Sport terug op het oude nest. Wat vind jij zo mooi aan voetbal? Wat ik mooi vind aan voetbal is, in de basis is natuurlijk, gaat het over winnen en verliezen. Winst is altijd mooi, verliezen moet je verwerken. En daar moet je sterk voor zijn. Verder is het een teamsport, spreekt me heel erg aan. Hè. Het is niet alleen, je moet zelf een prestatie leveren, maar je moet een prestatie voor jezelf in je linie, maar ook met het team leveren. En dat heeft me altijd wel heel erg aangetrokken om zoiets te doen. Wat is belangrijk op voetbaltechnisch gebied voor de toekomst van Helmond Sport? Voetbaltechnisch gebied, ja, uiteraard scouting, jeugdopleiding totaal. Want wat blijkt, dat je je eigen spelers op moet leiden. Dat moet kunnen vanuit de regio, moeten jongens weer doorstromen hier bij Helmond Sport. Dat de aantrekkingskracht voor de club in de regio weer groter wordt. Maar ook de jongens, er moeten talenten te vinden zijn en op te leiden zijn die hier het eerste weer gaan halen. We zijn bij de Helmond Sport Voetbaldagen. We doen 136 kinderen mee aan deze 3 dagen. Helmond Sport verzorgt voor de kinderen een tenuutje, een bal. Ze krijgen lunch en ze krijgen 2 keer op een dag training. Wij doen daar vandaag als selectie aan mee. En voor de rest verder krijgen de kinderen 3 dagen eigenlijk training van de andere trainers die Helmond Sport heeft. En dat doen we eigenlijk omdat wij als Helmond Sport zijnde de voetballers uit de regio 3 leuke dagen aan willen bieden. Stanley, als ik naar een museum ga dan? Voel ik mij niet echt thuis. Stanley, ik ben niet gelovig, maar? Voor iedere wedstrijd maak ik altijd even contact met mijn overleden opa. Stanley, het geheim van de goede penalty is? Rustig blijven en zuiver inschieten. Als ik vrij ben dan? Rijd ik zo snel mogelijk naar Den Haag. Stanley, mijn ambitie is om zo snel mogelijk een stap hoger op te maken. Stanley, de beste speler waarmee ik gespeeld heb is? Charles Sherry, die speelt nu bij FC Groningen. Hele goede middenvelder. Stanley, als ik zeg Theater het Speelhuis, dan zeg jij? Dan zeg ik Barry the Musical. Het ideale avondje uit voor mij is? Lekker naar de bios of met vrienden gezellig op stap. Helmond Sport haalt dit seizoen de play-offs omdat? Wij daar als team keihard voor gaan werken. En dan weet ik zeker dat we dat gaan halen. Stanley, ik ben goed genoeg voor de Eredivisie omdat? Omdat ik er elke dag alles aan doe om beter te worden. En daarom denk ik dat ik het ga redden. Stanley, het mooiste van het rondje Helmond is? Ik heb veel mooie dingen gezien. Maar het mooiste vind ik toch echt het stadion, het Lafan Stadion. En daar zie ik jullie aanstaande vrijdag.